de opvang van asielzoekers moet radicaal worden gestopt. Ja, daar ben ik het mee oneens. Want als asielzoekers niet meer worden opgevangen, worden ze waarschijnlijk als illegale binnengehaald. Dan gaan ze door het land zwerven en dan veroorzaken ze waarschijnlijk nog meer overlast dan dat ze eventueel als in de opvang veroorzaken. Daar ben ik het mee eens, want ik vind dat wij niet moeten opdraaien voor de problemen van andere landen. Alhoewel ik wel vind dat we ze moeten opvangen, maar wel gericht op dat ze teruggaan naar het eigen land en dat ze een land daar dan weer gaan opbouwen als de oorlog voorbij is. En ik vind ook dat we asielzoekers uit landen waar geen oorlog is, dat we die gewoon niet moeten opvangen. En dat de asielzoekers die we wel opvangen, dat dat gewoon tijdelijk is, maar geen verblijfsvergunning gaan krijgen. Ik vind van niet, want ik denk dat die asielzoekers niet zomaar hierheen komen. Want als zij echt in een oorlogsland zitten of zo, dan is het daar echt heel gevaarlijk. En ja, is het best wel een ding van leven en dood en zo. En ik denk dat wij geluk hebben dat we hier in Nederland mogen wonen en hier geboren zijn. Dus als hier plek is, vind ik dat er zoveel mogelijk mensen mogen komen als ze in gevaar zijn. Daar ben ik het niet mee eens, want die asielzoekers komen naar ons land vol hoop op een betere toekomst. En als we hun opvang wegnemen, dan geven we ze niet eens die kans en wij hebben niet echt dat recht om dat te doen. Daar ben ik het niet mee eens, want ik vind dat we op een wereld zijn we allemaal samen en ik vind dat we elkaar moeten ondersteunen waar nodig. Nou, dat vind ik onzin. Ik denk dat er als eerste moet gekeken worden naar waarom de asielzoekers hier zijn, om welke reden. En kijk, op het moment dat het politiek is, dan politieke vluchtelingen, die moeten altijd worden opgevangen. Op het moment dat er andere soorten mensen hierheen komen, dan moet er eerst gekeken worden naar de reden waarom ze hierheen komen. En ik denk altijd dat betere goede banen moet worden geleid en ook moet worden uitgelegd aan de rest van de burgers in Nederland.